Het boek en de site zijn gebaseerd op hetzelfde gedachtegoed. En het gedachtegoed is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de basics van veranderkunde. Dus ongeacht wat voor verandering je doet, wat je daar vooral voor nodig hebt. Het verschil is, in hoe je het gebruikt, is het boek geeft eigenlijk de conceptuele ruggraat. Dus daar staat eigenlijk relatief bondig en ook netjes geordend na elkaar de belangrijkste onderdelen die je nodig hebt bij verandering. Van kleuren denken tot diagnose, tot plannen maken enzovoorts. Je kan dat boek eigenlijk op twee manieren dan lezen. Je kan de meest logische manier, zo heb ik het ook geschreven, is van voor tot achter. Dat heeft het voordeel dat het gewoon mooi elkaar opvolgt. En dat je eigenlijk kijkt van een bredere blik van waarom veranderen wel of niet werkt, naar hoe maak je het nou tastbaar in de praktijk. Er is een tweede manier om het te lezen en dat is eigenlijk voor mensen die ongeduldig zijn of midden in de praktijk zitten. En daar is het meer dat je twee hoofdstukken, hoofdstuk 5 en 6, dat zijn hoofdstukken die heel erg ambachtelijk zijn, die heel erg gaan over als ik nou in de praktijk zit, wat doe ik dan precies? Dat je met die hoofdstukken begint. Dan begin je heel erg met hoe doe ik diagnose, hoe baken ik het af, wat zijn de stappen die ik neem? En dan sprokkel je de rest van de hoofdstukken er wel bij. In het boek, en dat is nieuw, dat was eerder nooit zo, zie je regelmatig QR-codes. Dat zijn verwijzingen naar de kennissite. Dus op momenten dat je in het boek merkt, van ja, dit gaat mij toch te snel, of het smaakt naar meer, dan kan je eigenlijk via die links meteen meer vinden op die kennissite om op door te lezen of video's te zien of testen enzovoorts. Dit is de manier waarop ik het boek gebruik. De site kan je eigenlijk niet alleen op de manier gebruiken die ik net zei, namelijk dat je vanuit het boek op die site terechtkomt omdat je meer wil weten. Maar die site is eigenlijk ook eigenstandig te gebruiken. En dat is ook de moeite, want die site heeft 3 à 4 keer meer materiaal dan het boek zelf. Dus het heeft niet de bondigheid, maar heeft eigenlijk juist het werken met, de uitleg van, de oefening voor. En dat zijn eigenlijk allemaal manieren om het meer in je vingers te krijgen. Die site kan je op twee manieren eigenstandig je weg in zoeken. Dat kan via de inhoud, dus dat je zegt hierover wil ik meer weten. Bijvoorbeeld ik wil meer over de kleuren weten, of ik wil meer over diagnose weten, of wat voor interventies kan ik nou gebruiken. En er zijn eigenlijk 9 soorten thema's waar je inhoudelijk meteen op door kan en dan heb je op elk van die thema's iets van 15 of 20 materialen. De tweede manier, en die is met name ook wel interessant voor mensen die doseren of andere gidsen, is op vorm. Dus bijvoorbeeld cases, oefeningen of uitweidingen. Daar zeg je eigenlijk, ik heb zoiets nodig. Ik heb een oefening nodig of ik heb een verhaal nodig. En dan kan je daaruit doorkrijgen ook weer 30 materiaal. Nou, het geheel samen verwijst dus naar elkaar. Het belangrijkste wat ik misschien nog aan kan reiken is speel met het materiaal. Als ik 1 ding heb gemerkt, het eerste boek is 20 jaar geleden, is het materiaal komt tot leven door ermee te spelen. Ofwel in een leersetting of in de praktijk. Dus speel ermee.